Dagelijks HD. Nou, de paai is nog eventjes wat te duur voor deze serie, hoor. Welke serie dan? Oh joh, ik was het bijna vergeten te zeggen. Je kijkt naar FIFA Fridays. De serie die ondertussen al op zijn 42e aflevering is beland. 42 afleveringen al? Ja. Het gekke is dat ik, ondanks dat ik Ron Jans nog nooit gezien heb, voel ik toch een hechte band met hem. Het zou gewoon een hele goede vader van mij kunnen zijn. Of een oom of zo. Terwijl hij mij gewoon helemaal niet kent. Terwijl ik hem eigenlijk ook helemaal niet ken. Wat is het internet toch mooi. Laten we maar weer eens een aankoop doen, want ik heb ondertussen 1900 muntjes. En de man die wij gaan kopen is... Ik koop bijna Rubik's Cube. Ik vind dit zo zielig voor die gozer, hè. Dit is een superjonge gozer. Hij wordt oud, hij dringt door tot het eerste elftal van Heracles. Hij kan ook tegen zijn vrienden zeggen. Hij verheugt zich er helemaal op. Dit jaar kom ik in FIFA. Weet je hoe cool dat is? De droom van elke jongen. En dan haal je FIFA 15, je pleurt je disc erin. Het eerste wat je doet is jezelf opzoeken op Ultimate Team. En ja. Maar wat ik persoonlijk nog zo erg vind is, als je gortemaker googelt, krijg je dit. Je had die foto kunnen nemen. Je had die foto kunnen nemen. Je had zelfs die foto of die foto. Die foto kunnen nemen. Maar nee. Ze pakken die foto met de meest lompe actiefoto ever. Arme jongen. Tijd voor nog een nieuwe speler. Die Yep. Ebuehi. Als je niet beter zou weten, zou je denken dat dit een vrouw is of zo. 80 snelheid, 33 schieten, 47 pasen, 62 dribbelen, 59 verdedigen en natuurlijk 22 kapsel, want och. Maar ik vond het blijkbaar nodig om nog een rechtsback te kopen. En deze man is... Dix. Ik heb nog nooit een voetballer zo blij zien worden van het woord. Piemels. Het wordt tijd voor een beetje iemand die nog wat kan. Laten we een zilveren speler halen uit de Eredivisie. Zijn naam is... Ayoub. Leuk voetballetje in het echt. Zal vast ook een leuk voetballetje zijn op FIFA. Maar met die Nederlandse verdedigers en middenveld hebben we ook gewoon een Nederlandse keeper nodig. En deze keer halen wij... Bassie! Dat vond ik wel leuk. Bassie vindt het lekker om zijn billen aan iedereen te laten zien. Dus verandert mijn team van dit, naar dit, naar dit. Dat ging sneller dan normaal. En normaal doe ik altijd even een secondetje pauze tussen dit, dit en dit. Maar ik had even zin om de video iets sneller te laten verlopen, want ik heb meestal die... Dit is mijn volgende tegenstander en hij heet Parias. Doet recht fluk toe. Maar het is vandaag nationale renjerotdag. Hier is Kazim. Gaat rennen. Het is wel wat je rennen noemt, maar hij gaat op een keer wel echt rennen. Hij haalt alles uit de kast om er het voorzet uit te steken. Komen met de beste goal die je gaat zien. Wauw. Ja, dan komt hij aan de bal en die schiet hij best wel prima in. Ook al was het niet zo goed gekiept van. Maar zoals ik al zei, het is nationale renjerotdag. Want hier is Hebras. En Hebras doet die zieke goal. En dan zijn we lekker los hoor. Hier is de bal op Kazim en die schiet hem er nice in. 3-1 voor. Maar helaas gaat het toch weer soort van mis, want daar legt hij de bal goed terug en hij schiet hem er ook prima in. Dan staat het ineens weer 3-2. En dan zou je denken, nee, dit gaat toch niet gebeuren. Please, Matty, hou die voorsprong erin. Nee, nope. Balletje diep. En ja, hij gaat pretty much alleen op de keeper af. En die gaat hij ook maken. Ja. Passie! Ik heb een swag on. Ik krijg mijn coins erbij. Maar in de eerste wedstrijd die we in deze serie in de divisie spelen, dat is niet gewonnen. Gelijk spelen in divisie 10. Jammer de bammer. Boterhammer. Pindakaas. Lekker hoor. Maar omdat Ayoub de poep geblesseerd is, wordt het tijd voor een nieuwe centrale middenvelder. En deze man is natuurlijk vet. Ja, zijn voornaam is Frituur. Of was ze voornaam nou Baby? Of super vet. Nee, zonder al die kutgrappen. Ik vind het echt super vet dat we hem in ons team hebben. En daarom zet ik hem natuurlijk meteen in. En ja, dit team ziet er zo fresh uit onder de tussenin. Dit is mijn volgende tegenstandersteam. Het ziet er niet uit, werkelijk waar. En daarom is het weer tijd om gewoon maar te gaan rennen. Hier is Alphons. Alphons loopt door. Alphons is vrij. Alphons gaat schieten. En hij doet die zieke van mij. Maar ja, dan doet hij hier de voorzet en die kopt hij toch vrij binnen, of is het weer een blunder van Bassie?
Ach ja, wij gaan weer een portie rennen, want Dirk Kuyt pakt hier de bal op en die doet de meest zieke actie uit zijn leven. Oh! Pannen en hij loopt nog door en hij gaat op het doel af en hij doet nog wat schijnbewegingen en hij maakt hem. Oh. Dirk Kuyt zijn eerste voorbijspeelactie als rechtsbuiten in zijn leven, want het enige wat hij doet is gelijk voorzetten, geef je het echt mee aan. Ik vind het nog steeds jammer dat hij het Nederlands elftal heeft verlaten, want ik hou van Dirk Kuyt. Oh! Ach ja, ik moet wel een beetje blijven verdedigen, want hier is Mazzolatti door. Hij loopt één op één om te ruilen en die bal gaat over hem. Nee. Passie. Maar ja, hier tikt mijn speler hem over de breedte door het hele veld. Niemand is daar, Dirk Kuyt schiet, maar die mist. En daar komt de bal bij. Kasim Richards. Kasim Richards. En die assist was ook best fraai. Hè? Kijk dan, met een hakje zo. Woep, oh, ziek. En hij gaat weer juichen als een debiel. Deze bewegingen doen me denken aan iets. Moet je kijken waar dit me aan doet denken. Hey Marloes, wil met je onder de douche. Ach ja, dit is ook geen zuivere koffie. Koffie. Koffie is gewoon chill. Ja, daar sta ik 3-1 voor. Gewoon chill. Laten we maar gewoon doorgaan met waar we gebleven waren. En dat is de bal oppikken op middenveld. En je weet wat we de hele aflevering gaan doen. Dat is gewoon een beetje lopen, omdat mijn tegenstanders gewoon kapot slecht zijn. Iedere debiel kan beter verdedigen dan deze dudes waar ik vandaag tegenkom. En vet loopt door en die schieten er fantastisch in. Ach ja, hier is dan een vrije trap van... En die bal komt uiteindelijk terecht bij Kasim Richards. En die schieten er fantastisch in. Waar die gewoon echt beast in is fucking schieten. Ik kan zo hard schieten. Gewoon schieten, jongen. En hierdoor win ik en krijg ik mijn coins erbij. En krijg ik mijn punten erbij. Eerste 3 punten erbij. En hierbij zijn we aangekomen bij het einde van de video. Thanks voor het kijken. Blauw duimpje is echt fucking vet. Elke week ziek veel likes. Ik hou echt van jullie. Volgende week vrijdag om 5 uur zie ik jullie weer. Bassie heeft de ziekste swag van Nederland. Knoop dat in je oren. En ik heb niks anders te zeggen dan...